toezicht van het onafhankelijk kiesbureau, OKB, zal worden geïntensiveerd. Dit zei voorzitter Samir Ali Sheikh Alibaks eerder deze week over veranderingen die zullen worden doorgevoerd bij de komende verkiezingen. Volgens de OKB-voorzitter verlopen de activiteiten van het bureau vlot. Het onafhankelijk kiesbureau is al begonnen een paar jaar geleden met het uitvoeren van haar activiteiten. En dat loopt behoorlijk vlot. Zo zijn er bezoeken afgelegd aan CBB-kantoren in de diverse districten. Er zijn bezoeken afgelegd op het centrale hoofdstembureau. Er zijn gesprekken gevoerd met de deken van het korps districtscommissarissen. Er zijn gesprekken gevoerd met leden van korps diplomatiek. Er zijn gesprekken gevoerd met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Er zijn gesprekken gevoerd met het centrale hoofdstembureau. En zo is het onafhankelijk kiesbureau bezig om haar werk uit te zetten. De controle van het kiezersregister is nu ook gaande. Op korte termijn worden de resultaten van dat onderzoek aangeboden aan de minister van Binnenlandse Zaken.